allemaal. Vandaag weer een nieuwe video. Ik ga je laten zien wat ik in de sportschool doe. Een workout die ik laatst heb gedaan, ga ik vandaag weer doen. En ik neem je mee in de sportschool. Ik begin met 20 minuten hardlopen. Ik stel hem straks in op zo'n 10 km per uur. En dan iedere 5 minuten ga ik het tempo iets verhogen. Totdat ik aan het einde kapot ben en aan de kracht ga beginnen. Dus nu eerst 20 minuutjes hardlopen. Ik stel hem in en ik ga aan de gang. Ik geef trouwens tijdens de oefeningen eventjes aan waar je moet letten op de houdingen. Zodat jij de training ook na kunt doen. Dus je ziet niet meer de training, maar ik leg even uit wat ik doe. Oké, ik ga beginnen. Dat doe je met een stap en een bankje. Je komt liggen. Ik zet mijn voeten altijd op het bankje, zodat ik mijn rug wat vlakker heb. En dan pak ik, hier zitten een aantal inkepingen. Daar pak ik een beet. De stang is 20 kilo. Ik heb 5 kilo aan iedere kant. Die brengen we zo meteen naar de borst en omhoog. En daarna doe ik gelijk de dips. Dus 15 herhalingen bankdrukken en 20 dips. Oké, daar gaan we. Houd je rug dus recht, span je buik aan en let erop dat je je ellebogen niet op slot zet. En na het bankdrukken gelijk door met de dips. Kom op het bankje, laat je doorzakken en duw je verder omhoog. Dit is echt killing, want bij beide train je zowel de borst als de triceps. Dus die gaan flink verzuren. Ik doe dus 20 dips, houd mijn billen dicht bij de step. En daarna gelijk weer bankdrukken, totdat ik 3 sets heb gehad. Oké, weer bankdrukken, weer 15 stuks. Vooral als je moe bent, houd je rug recht. Polsen zijn recht onder de stam. Je pakt de hand wat breed en die trek je schuin naar achter en weer terug omhoog. Let erop dat je je buik aanspant en je rug goed recht houdt, dat je hem niet hol gaat trekken. Ook deze 15 herhalingen. Na die 15 herhalingen neem ik even rust, ongeveer een halve minuut. En dan doe ik de 2 andere sets. Maak het gewicht flink zwaar. Ik stel hem zo dicht mogelijk bij je in. En ik ga hem uitvoeren met 1 been. Dus ik zet 1 been in het midden. Ik zorg ervoor dat mijn hak ongeveer op kniehoogte staat. Ik span mijn buik, hou mijn rug recht en dan duw ik hem uit. En weer terug totdat je in 90 graden bent. Dan duw ik hem uit tot ik mijn knie bijna gestrekt heb. Dus niet helemaal op slot. En weer terug. Dat doe ik 15 keer ook weer aan 1 been. En dan doe ik direct het andere been. De onderrug, daar gebruik ik dit bankje voor. Je klemt je hakken achter de rollen en je zorgt ervoor dat je je kantelpunt boven het bankje hebt. Dan ga je naar beneden en weer omhoog totdat je recht bent. Dus ga niet overstrekken, maar tot hier. Dan weer naar beneden en omhoog. Ga langzaam naar beneden, dus laat je niet echt naar knallen, zeg maar langzaam naar beneden en omhoog. Dit doe ik ook 3 keer 15 herhalingen. Met even wat rust tussendoor, ongeveer een half minuut. Als je hem zwaarder wilt maken, dan kun je altijd je handen voor je hoofd meenemen. Dan verleg je het zwaartepunt een beetje naar boven. De volgende oefening zijn de walking lunges. Ik heb een gewicht van 8 kilo in beide handen. En ik ga lopend een lunge uitvoeren. Je maakt een flinke stap voorwaarts, buigt je achterste knie naar de grond. En je loopt gelijk door achterste knie naar de grond. Blijf goed rechtop. Je voorste knie gaat zo min mogelijk naar voren. En je heupen blijven recht. En dan ga je ook weer teruglopen. De
dat 3 sets. Na die 20 herhalingen neem je even rust en dan gaan we weer. Oké, de buik is aan de beurt. Ik doe 3 verschillende oefeningen. En eigenlijk bedenk ik nooit hoeveel herhalingen ik van tevoren ga doen. Ik kijk gewoon wanneer mijn buik echt verzuurd is. Ik doe in ieder geval 2 sets van de 3 oefeningen. Oefening nummer 1 is de bicycle crunch. Ik breng een elleboog naar de knie en ik wissel om naar de andere. De rug blijft goed op de grond. Blijf schuin naar boven kijken. Dan pak ik een bal erbij voor de volgende 2 oefeningen. De eerste, ik pak de bal over van mijn handen naar mijn voeten. En ik strek hem zo ver mogelijk uit. Maar je rug moet op de grond blijven. Als ik dat zo'n 15 keer gedaan heb, dan ga ik naar de volgende oefening. Daarvoor ga ik met mijn voeten op de bal. Handen op de grond. En je maakt eerst een plank. En dan trek je je knieën richting je neus. En je strekt weer uit. Ook dit doe ik 15 keer. En dan ga ik weer door met de bicycle crunch. Mijn benen los te maken en je hartslag wat te verhogen, dat voorkomt spierpijn. Nog even 5 of maximaal 10 minuutjes en dan is het klaar. Goed, dat was mijn sportschool workout. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Druk op het duimpje omhoog als het zo is. Je kunt subscriben, dat kan hierna in de endcard. Like op Facebook en je kunt me ook volgen via Instagram, dat is OptimaVita. Ik bedank je heel erg voor het kijken. Heb je vragen, dan kun je die hieronder stellen op optimavita.nl. En dan zie ik je heel graag de volgende keer.